De grootste hoop in ons geloof in de Heer is dat Hij terugkomt en ons opneemt in het Koninkrijk van de Hemel. De weg naar het Koninkrijk van de Hemel is een weg van lijden, die gepaard gaat met allerlei soorten dwang en beproevingen. Heer, ik hoop dat U snel wederkeert. Almachtige God is gekomen en heeft de waarheid verkondigd om de mensheid te zuiveren en redden. En Hij doet het werk van het oordeel in de laatste dagen. Als de Heer echt was wedergekeerd, zou Hij wel in volle glorie zijn afgedaald op een wolk. Als de Heer in volle glorie afdaalt op een witte wolk, wie zou Hem kunnen weerstaan? Hoe zouden de schapen van de geiten en de goede van de slechte dienstknechten worden gescheiden? Hoe zou er dan kunnen worden geoogst en gedorst? Jullie moeten je eigen pad kiezen. Maar mensen die gehoorzamen aan de leiding van de Heilige Geest en hunkeren en zoeken naar de waarheid. De Heer Jezus zei, mijn schapen luisteren naar mijn stem. Zijn stem gaat niet over hoe zijn stem klinkt, maar over Gods uitspraken, de waarheid die Hij spreekt. Maar nu zie ik in hoe praktisch ze zijn. Zij die als eerste naar de stem van de Heer luisteren en zijn verschijning en werk aanvaarden, zijn de wijze maagden. Zij zullen als eerste worden opgenomen. Ja, amen. Jullie zeggen dat woorden van Almachtige God de stem van God zelf zijn, maar dat vraag ik me af. Ik denk dat dit de verlichting van de Heilige Geest is. Als Almachtige God echt de Heer Jezus was, die is wedergekeerd, dan waren we al opgenomen. Maar we hebben niemand opgenomen zien worden. De woorden van Almachtige God zijn de waarheid. Ze zijn heel praktisch, heel kostbaar. Maar is Almachtige God echt een verschijning en het werk van de Heer? Ik begrijp hier helemaal niets van. Wat begrijp je dan niet? Ik geloof niet in de Almachtige God als de verschijning van de Heer. Als Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus was, zouden we als eerste worden opgenomen. We geloven al jaren in de Heer. En om zijn wederkomst te mogen zien, bidden we dag en nacht. Doen we veel moeite, werken we hard voor Hem. En hebben we ontzettend veel geleden. Als Almachtige God echt de verschijning en het werk van de Heer was, waarom zou Hij ons dan niet eerst opnemen? Waarom eerst de mensen van Bliksem uit het oosten? Dat is niet eerlijk. Inderdaad. Als de Heer wedergekeerd was, zou Hij ons eerst hebben opgenomen. Dat zou eerlijk en redelijk zijn. Anders kunnen we de weg van Bliksem uit het oosten echt niet aanvaarden. Broeder Luo, zuster Ma. Jullie zeggen dat als de Heer is wedergekeerd, Hij jullie eerst zou opnemen. Zijn deze woorden een openbaring van God? Hebben ze een Bijbelse basis? Vele mensen geloven in de Heer. Waarom zou Hij jullie eerst opnemen als Hij wederkeert? Heet jullie Petrus? Is dit geen zeer arrogante uitspraak? In het boek Spreuken staat: hoogmoed komt voor de val. De Heer Jezus zei: vele eersten zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. Amen. Ik begreep deze woorden nooit. Maar nu zie ik in hoe praktisch ze zijn. En dat ze volkomen vervuld zijn. Zij die als eerste naar de stem van de Heer luisteren en zijn verschijning en werk aanvaarden, zijn de wijze maagden. Zij zullen als eerste worden opgenomen. Ja. Alle mensen die niet naar de stem van de Heer luisteren, maar alleen maar naar de wolk in de lucht kijken, zijn de dwaze maagden. Het maakt niet uit hoe lang de wijze maagden al geloven, omdat zij als eerste de Heer verwelkomen, worden zij als eerste opgenomen. De dwaze maagden, zij luisteren niet naar de stem van de Heer. Dus hoe lang ze ook in de Heer hebben geloofd en ondanks hun lijden als de Heer komt, worden ze overgeslagen. Inderdaad. Inderdaad. De Heer zal mensen met zijn woorden ontmaskeren. Mensen zullen worden opgenomen als ze de stem van de Heer kunnen horen. Alleen dat is eerlijk en redelijk. Inderdaad. Ja. Als je hoort dat de woorden van Almachtige God de stem van God zijn, maar je weigert Hem te aanvaarden. En als je zelfs klaagt dat God oneerlijk is, kom je dan niet in opstand tegen de Heer en wijs je Hem af? Dat is zo. Ja. Dat is toch zo. Alles wat God doet is eerlijk en redelijk. Iedereen is overtuigd. De Heer is gekomen met woorden. De mensen van Bliksem uit het oosten zoeken de waarheid en aanvaarden de Heer. Natuurlijk worden zij als eerste opgenomen. Alleen mensen die de stem van God gehoorzamen, zijn wijs. Dat is de vervulling van deze woorden van de Heer Jezus. Wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Amen. Alleen de woorden van de Heer zijn waarheid. Ze ontmaskeren mensen. Dit is de tijd om te onthullen wie de wijze en wie de dwaze maagden zijn.
of iemand wordt opgenomen voor God hangt af van zijn houding over Gods verschijning en werk. Ja. Zo is het. Dank aan God. Dit soort bijeenkomsten rond Gods woorden zijn zo goed voor ons begrip. Door onze discussies wordt de waarheid helder. Ja. Ja. Dank aan God. Nu we de woorden van Almachtige God hebben gelezen, weten we zeker dat ze de waarheid zijn. De stem van God. Dat is geen eenvoudige zaak. Het bewijst wat de Heer Jezus zei. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Amen. Dank aan de Heer. Zij die naar de stem van de Heer willen luisteren en zijn verschijning en werk willen aanvaarden, zij zijn de schat die de Heer komt ophalen. Zij zullen als eerste worden opgenomen. Dit is Gods genade. Dank aan de Heer. Als we in hem geloven, maar zijn stem niet horen en zijn verschijning niet zien, dan maakt het niet uit hoeveel jaren we hebben geloofd, hoeveel we hebben gewerkt, hoeveel we hebben geleden of hoe goed we de Bijbel kunnen uitleggen. Dat is dan allemaal zinloos. We zullen dan evengoed niet worden opgenomen in het Koninkrijk van de Hemel. Het is dus heel belangrijk dat je de stem van de Heer kunt horen. Dat is het zeker. Denk maar aan de Joodse hoge priesters, schriftgeleerden en fariseeën. Ze geloofden al generaties lang in God. En velen van hen hadden gezwoegd voor de Heer. Maar toen de Heer Jezus verscheen en onder hen werkte, herkenden ze Gods stem niet. Erkenden ze de woorden die de Heer Jezus sprak niet als de waarheid. En lasterden ze zelfs dat de Heer Jezus demonen verdreef door de prins van het kwaad. Wat kunnen we hier nou over zeggen? Het is echt de moeite om hierover na te denken. Dat is zo. Op het eerste gezicht leken ze vrome gelovigen. Ze zwoegden ook echt voor de Heer. Maar toen de Heer kwam, herkenden ze hem niet. Ze wezen hem zelfs af, veroordeelden en lasterden hem. Waarom zou zo iemand niet worden vervloekt en bestraft door God? De verschijning en het werk van de Heer in de laatste dagen zal iedereen ontmaskeren. Dan komt er onderscheid tussen de goede en slechte dienstknechten, de wijze en dwaze maagden. Iedereen wordt naar soort ingedeeld. Uiteindelijk zal iedereen vergelding ontvangen op basis van zijn daden. Wijze maagden horen de stem van de Heer, aanvaarden hem en gehoorzamen zijn verschijning en werk. Als de dwaze maagden de stem van de Heer al horen, zullen ze die niet begrijpen of herkennen. Ze zullen de weg nemen van de fariseeën en de Heer afwijzen. Dat is waar. Deze mensen zullen worden ontmaskerd en verbannen. Begrijpt iedereen wat ik hier zeg? Ja. Alleen zij die de stem van God horen zijn de wijze maagden. Alleen zij mogen de Heer verwelkomen. Er zijn nog enkele broeders en zusters niet volledig overtuigd dat de woorden van Almachtige God de stem van God zijn. Wat voor probleem is dat? Alleen als je in je hart overtuigd bent dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn, weet je zeker dat het Gods stem is. De Heer Jezus zei, mijn schapen luisteren naar mijn stem. Wat wordt er bedoeld met zijn stem? Wat is dat? Zijn stem gaat niet over hoe zijn stem klinkt, maar over Gods uitingen, de waarheid die hij spreekt. Oh. Aha, nu begrijp ik het. Het grootste verschil tussen de stem van God en de stem van de mens is dit. Gods stem is wat uit zijn eigen mond komt. Het is allemaal waarheid en vol van gezag en macht. Dat voelen we als we het horen. Mm-hmm. Of we het nu kunnen verklaren of niet, dat gevoel is heel goed. Inderdaad. Ja, dat is zo, ja. En we voelen dat Gods woorden diepzinnig zijn en dus niet zomaar door mensen kunnen worden doorgrond. Als zij ze horen, worden mensen in hun hart overtuigd dat het de stem van God is. Dat is waar. Inderdaad, zo voelt het. Ja. Daarentegen zijn woorden van mensen begrijpelijk en toegankelijk. Hoewel de woorden van mensen die zijn verlicht door de Heilige Geest heel nuttig en heilzaam voor ons zijn, ontbreekt daarbij dat gevoel van gezag en macht. Ja. Net als met de woorden van de apostelen. Dat zijn duidelijk de woorden van mensen. Het zijn hun ervaringen en begrip van Gods woorden. De meeste komen voort uit de verlichting door de Heilige Geest, maar ze zijn heel anders dan de woorden van de Heer Jezus. Dat is een feit. Door deze bijeenkomst begrijp ik dit. Vanaf nu kan ik Gods stem onderscheiden. Dank aan God. Ja, ik ook. Dank aan God. Laten we nog wat woorden van Almachtige God lezen. Luister goed, allemaal. Probeer te voelen of de woorden van Almachtige God de waarheid zijn. De stem en de uitdrukking van God. Goed idee? Ik gaf mijn glorie aan Israël en nam het toen weg.
En daarna bracht ik de Israëlieten naar het oosten. En ook de hele mensheid naar het oosten. Ik heb ze allemaal naar het licht gebracht, zodat ze ermee kunnen worden herenigd en ermee verbonden zijn. En er niet langer naar hoeven te zoeken. Ik zal iedereen die zoekt het licht opnieuw laten zien. En de glorie laten zien die ik in Israël had. Ik zal hen laten zien dat ik lang geleden op een witte wolk te midden van de mensheid ben afgedaald. Laat hen de ontelbare witte wolken zien en vruchten in hun overvloedige trossen. En bovendien laat hen Jehovah, de God van Israël, zien. Ik zal hen de meester van de Joden laten zien. De verlangde Messias. En de volledige verschijning van mij, die door koningen door de eeuwen heen vervolgd zijn. Ik zal aan het hele universum werken en ik zal groot werk verrichten, waardoor al mijn glorie wordt onthuld en al mijn daden aan de mens in de laatste dagen worden geopenbaard. Ik zal mijn glorieuze gelaat in al zijn volheid tonen aan hen die vele jaren op mij hebben gewacht. Aan hen die verlangd hebben dat ik op een witte wolk kom. En aan Israël dat verlangd heeft om mij opnieuw te zien verschijnen. En aan de hele mensheid die mij vervolgt. Zodat alle zullen weten dat ik lang geleden mijn glorie heb weggenomen. En naar het oosten heb gebracht, zodat deze niet langer in Judea is. Want de laatste dagen zijn al gekomen. Dit is echt Gods stem. Het is toch God die tot ons spreekt? Door het hele universum heen ben ik mijn werk aan het verrichten. En in het oosten klinken donderslagen eindeloos voort, waardoor alle landen en denominaties schudden. Het is mijn stem die alle mensen naar het heden heeft geleid. Ik zal ervoor zorgen dat alle mensen door mijn stem worden overwonnen, in deze stroming geraken en zich aan mij onderwerpen. Want ik heb sinds lange tijd mijn glorie van de hele aarde teruggevorderd en deze opnieuw in het oosten voortgebracht. Wie verlangt er niet naar mijn glorie te zien? Wie kijkt niet reikhalzend uit naar mijn terugkeer? Wie dorst er niet naar dat ik opnieuw verschijn? Wie smacht niet naar mijn liefelijkheid? Wie zou niet naar het licht komen? Wie zou niet naar de rijkdom van Kanaan uitzien? Wie verlangt niet naar de terugkeer van de Verlosser? Wie aanbidt de grote Almachtige niet? Amen. Mijn stem zal zich over de aarde verspreiden. Ik wens, als ik mijn uitverkoren volk tegemoet treed, meer woorden tegen hen te spreken. Als machtige donderslagen die bergen en rivieren doen schudden, spreek ik mijn woorden tot het hele universum en tot de mensheid. Daarom zijn de woorden in mijn mond de schat van de mens geworden en alle mensen koesteren mijn woorden. De bliksem flitst vanuit het oosten helemaal naar het westen. Mijn woorden zijn zodanig dat de mens ze niet op wil geven en ze tegelijkertijd onpeilbaar vindt, maar zich er des te meer in verheugt. Net als een pasgeboren baby zijn alle mensen blij en vrolijk en vieren ze mijn komst. Door mijn stem zal ik alle mensen voor mijn aangezicht brengen. Voortaan zal ik formeel het mensenras ingaan, zodat de mensen mij zullen aanbidden. Met de glorie die ik uitstraal en de woorden in mijn mond, zal ik ervoor zorgen dat alle mensen voor mijn aangezicht zullen komen en zullen zien dat de bliksem flitst vanuit het oosten. En dat ik ook ben afgedaald naar de olijfberg van het oosten. Ze zullen zien dat ik al lang op aarde ben. Niet meer als de zoon van de Joden,
maar als de bliksem uit het oosten. Want ik ben lang geleden opgestaan en ben uit het midden van de mensheid vertrokken en ben toen wederom met glorie onder de mensen verschenen. Ik ben hem die ontelbare eeuwen tevoren werd aanbeden. En ik ben ook het kind dat door de Israëlieten talloze eeuwen geleden in de steek is gelaten. Bovendien ben ik de alglorieuze almachtige God van het huidige tijdperk. Laat allen voor mijn troon komen en mijn glorieuze gezicht zien. Naar mijn stem luisteren en naar mijn daden zien. Dit is mijn totale wil. Het is het einde en het hoogtepunt van mijn plan, evenals het doel van mijn management. Laat elke natie mij aanbidden, elke tong mij erkennen, elk mens zijn geloof in mij berusten en alle mensen onderworpen zijn aan mij. Amen. Het is zo mooi. De woorden van Almachtige God zijn zo boeiend. Zeker weten. Het voelt echt alsof God tot ons spreekt vanuit de derde hemel. De woorden van Almachtige God zijn zo gezaghebbend en machtig. Ze zijn duidelijk Gods stem. Ik hoor het ook. Dit is de Heilige Geest die tot alle kerken spreekt. Het is Gods stem. Amen. Ja, de woorden van Almachtige God zijn zo gezaghebbend en machtig. Totaal anders dan woorden van mensen. Dit is echt Gods stem. Ik zag de woorden van God als verlichting van de Heilige Geest. Ik was zo blind dat ik God niet herkende. Nu begrijp ik het eindelijk. Dank aan God.